vandaag een speciale match omdat onze trainer Ben Canel vandaag 50 is geworden. Dus op zijn verjaardag hebben wij dan een match. Daardoor doen we dan toch een beetje extra moeite voor hem die cadeau te doen van vandaag te winnen na 2 weken verliezen. Dus het is wel nodig en het zou ook leuk zijn voor hem. Ik verwacht de win voor ons, maar dat is nog niet zeker. Want de laatste 3-4 wedstrijden hebben we ook kunnen spelen, ook kunnen winnen. We hadden misschien de betere ploeg op het ijs, maar het is niet altijd de betere ploeg dat winnen. Op dit moment staan we tweede, maar we hebben een aantal matchen minder gespeeld als de volgende in de rangschikking. Dus het is moeilijk te zeggen waar we nu staan, omdat de eerste 5 zijn allemaal redelijk goede ploegen. Dus die kunnen allemaal ook van elkaar verliezen en winnen. Dus het is moeilijk te zeggen waar dat we juist staan in de ranking. Mooi moeten, druk zetten. Leuven gaan het spel lossen, want voor hun ze gaan toch niet in de play-off zijn. Dus voor hun hebben ze niks te verliezen. En dat kan gevaarlijk zijn. Er zijn wel wat veranderingen, ja. Zoals onze sterkhouder Mark Percy is terug naar Canada vertrokken. Wegens studieredenen. Ik denk dat hij niet genoeg naar de les ging hier. Dus dat is wel een minpunt voor ons, onze ploeg, omdat hij toch wel een van de sterkhouders was. Onze forward, onze buitenlander Lucas, dat is een Tsjech, die is momenteel geopereerd aan zijn dijbeen ergens. Dus die zijn we ook een tijdje kwijt. We hopen hem te recupereren op het einde van het seizoen. Maar ja, nu krijgen andere jongens de kans en die doen het goed op dit moment.